Ik beloof u dat ik mij persoonlijk zal inzetten om deze kwestie bespreekbaar te maken met minister Albert Jubitana, zodat u de COVID-19-compensatie waarop u recht heeft, ontvangt. Dit zei vicevoorzitter Deo Charman van de Nationale Assemblée vandaag aan de boothouders van Kommerwijnen, die middels een petitie aandacht vragen voor hun situatie. Vanaf mei dit jaar hebben de boothouders niet gevaren. De vorige regering heeft de beloofde COVID-19-steun slechts 2 maanden kunnen uitbetalen. Daarna is er niets meer van terechtgekomen. Volgens secretaris Mujono Tirtotaruno van de belangenorganisatie Veerboten Kommerwijnen, BVC, zijn de boothouders het wachten beu. Het gesprek met de minister van TCT over een vast tarief laat ook nog op zich wachten. De boothouders willen 10 SRD per rit, maar hebben ook wel oor voor een tarief van 5 SRD. Voor het laatst hanteerden de boothouders SRD 1,75 per persoon en kregen een brandstofcompensatie. Er is een aanbod gedaan door TCT om te varen voor 4 SRD. En als ik me niet vergis, anderhalve week geleden, is er toen een afspraak gemaakt om een commissie samen te stellen om dan binnen die commissie de calculaties te doen, zodat er een tarief vrijkomt uit die commissie, maar tot thans is er nog geen bericht dat die commissie is samengesteld. En hoe lang wordt er al gesproken? Met het ministerie? Ja. We zijn al zeker 3 maanden, bijna 4 maanden bezig. En jullie willen nu een oplossing? Natuurlijk, de boothouders willen een oplossing, ja. En jullie blijven bij jullie standpunt 5 SRD? 5 SRD is in ieder geval haalbaar om de directe kosten te kunnen dekken. De pijnpunten van de boothouders zijn vervat in de petitie die in ontvangst is genomen door DNA-vicevoorzitter Deo Charman. Hij gaf aan de petitie zullen doorgeleiden naar de vaste commissie van TCT in het parlement. Verder sprak Charman de boothouders moed in. We erkennen dat u inderdaad aan toe bent aan lotsverbetering. Ik heb ook begrepen dat TCT in onderhandeling was met jullie en dat het niet tot een vergelijk is kunnen komen. We zullen dat meenemen. Natuurlijk wordt we moeten er blij om zijn dat jullie graag willen werken. Dat jullie mensen transporteren van de ene kant naar de andere kant. Maar u moet ook wel begrijpen dat die regering niet voldoende ruimte heeft om alles te kunnen doen en tegelijk te kunnen doen. Dus daarvoor vraag ik een klein beetje begrip. Het uitblijven van de beloofde COVID-19-steun vormt niet alleen voor de boothouders een probleem, maar is ook funest voor de busthouders. Volgens vicevoorzitter Charman behoeft deze kwestie een integrale aanpak.